en welkom bij Vlogmas dag 24. Oh my god, we zijn er helemaal geraakt. Vlogmas, idens. Niet normaal hoe snel deze is gegaan. Maar het is dag 24 en ik ben eigenlijk net onderweg naar beneden. Ik zal daar eventjes met jullie verder babbelen. Mijn camera lag nog boven, vandaar dat ik hem boven snel was gaan halen. Het is na 3 uur en dan mochten we vandaag vroeger stoppen werken. Dus ja, super fijn. Ik ben gewoon helemaal vrij. Verlengd weekendje. Yay! En zo zien jullie de boom ook weer. Ik heb al wel een hele dag erop zitten precies. Aangezien dat ik om 6 uur klaar wakker was. Ping! Dat ging gewoon niet meer. Zo zien jullie hem beter. Dus ik ben de pakjes komen inpakken hier beneden. Ik had daar gisteren geen zin meer in. Na heel dat verkeerd pakjesverhaal. Ik heb niet geüpdate hoe dat geëindigd is of hoe het zal gaan eindigen. De klantservice van bol.com was heel begripvol, heel snel in communicatie, dus daar kan ik echt niks slechts over zeggen. En aangezien dat het om een item gaat dat over de 50 euro kostte, moet ik het pakket terugsturen voordat ze mij kunnen vergoeden. Ze hadden erbij ook gezegd dat ze het niet opnieuw konden opsturen, omdat het dan zeker een week zou duren. Dan had ik zoiets van, vergoed me dan gewoon maar. Dan ga ik wel kijken of ik het nog wel gewoon in de winkel kan vinden. En dat is een beetje hoe dat verhaal geëindigd is gisteravond. Ja, ik zei het daarnet, ik had echt geen zin meer om nog pakjes in te pakken. The mood was gone. En we hebben ons hier in de zetel gezet. En in slaap gevallen in de zetel. En dan in slaap gevallen boven. En deze ochtend was ik heel vroeg wakker. En dacht ik, oh nee, ik heb de vlog van gisteren niet meer beëindigd. Laat staan dat ik hem bewerkt had. Dus ik ben heel snel pakjes komen inpakken. Ik heb heel snel de vlog bewerkt. Ik had zeeën van tijd. Dus dat heb ik deze ochtend gedaan. En voor de rest heb ik er een thuiswerkdagje op zitten. Tot 3 uur althans. Dus een kort thuiswerkdagje vind ik niet zo heel erg. Vandaag is gewoon kerstavond. Oh my god. Onze eerste kerstavond met alleen ons tweetjes. En de poezen. Waarbij we ook zelf moeten koken. Dus het gaat heel spannend worden. Ik weet ook niet hoeveel dat ik daarvan ga vloggen, want ergens wil ik er toch ook wel van. Net zoals we toen in de Aqualodge zaten, heb ik ook niet heel veel gevlogd, omdat ja, ergens wil je ook gewoon genieten en niet de hele tijd denken, oh de camera, oh ik wil dit laten zien en dat laten zien. Ik weet niet hoeveel ik van vanavond zal gaan vloggen. Dat zullen we wel een beetje moeten gaan bekijken. Maar ik heb er alvast super veel zin in. Mijn subiet ook nog een beetje make-upen, want ik heb het allemaal een beetje simpel gehouden voor nu. Maar ik heb wel zin in een beetje Charlotte Tilbury roze oogjes en zo. Misschien een rode lip. Ga ik nog moeten bekijken. En ook de outfit voor vandaag. Deze heb ik gewoon gerecycleerd van gisteren. Was gewoon snel. Dat is wel eerlijk. Maar ik heb genoeg jurkjes nu waarin ik inpas. Dus dan kan ik subiet ook wel eens een beetje kiezen wat ik wil gaan aantrekken. We beginnen de vlog meteen met een hele babbel. Maar ik ga het voor de laatste keer zeggen. We gaan adventkalenders doen. Die van de thee, die van de nagellak, die van mijn vriendin. En, kei onverwacht, ik heb een kei tof pakje binnengekregen. Kei tof. Ik heb er al wel stiekem in gepiept, omdat ik te nieuwsgierig was. Maar het is te tof om niet te delen. Dat was deze ochtend echt zo onverwacht. Ik had er wel een mailtje van gekregen, maar ik had hem pas gisteren gelezen. Dus ik dacht dat het nog een hele tijd ging duren voordat ik het pakketje zou krijgen. Maar het is hier nu al en het is heel tof dat ik zo van die dingetjes nu krijg. Maar dat gaan jullie zo dadelijk zien. Ik ga eerst de adventkalenders doen. Oh, echt de laatste vakjes. Ja, aan alle mooie liedjes komt een einde. Mr. Moose heeft zijn final stop bereikt. Ik ga hem terug langs daar zetten. En dan ja, is het hier zoeken naar het laatste vakje. Heb ik geen statief voor nodig? Voor die wel. Dus ik ga met deze beginnen en dan kan ik zo dadelijk het statiefje weghalen. En dit zijn dan de woorden die ik in elke adventkalender unboxing gebruik. Vakje nummer 24 moet echt het pakje der pakjes zijn. Le moment suprême. Het deurtje waar je 24 dagen lang op hebt gewacht. Dit is een dubbel deurtje. Dus ik ben wel super benieuwd wat dat hier het pakje in zou moeten gaan zijn. Krijgen we dan ook een quote? Oh, het gaat een grote, grote topcoat zijn. Start each day like it's your birthday. Dat is een mooie quote. Pure zilveren glitter. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat.
in de kleur Silver Lining. Dus ja, die ziet er zo uit. Ideale topcoat als je het mij vraagt. Wauw. Dan ben ik benieuwd wat Kusmi T in het laatste vakje zal gaan steken. Allee, of heeft zitten. Dat is misschien beter dat ik het zo zeg. Ik krijg er moeilijk grip op. Ik denk dat we terug een groot theepotje krijgen. Ja, ja, ja. Maar in welk smaakje? Oeh, die met dezelfde verpakking als de kalender. Maar welke smaak heeft die hier? Ik ga met jullie in het licht kijken. Een flavored blend of black tea, orange en spices. En die verpakking is toch echt ook de eeuwige herinnering aan deze adventskalender. Waarvan ik de verpakking ook gewoon echt mega mooi vond. Dus tof! Nog eens een tinnenpakje. Zo hebben we er nu 2 gekregen in de kalender. Time for chocolate, want die heb ik gisteren niet geopend, denk ik. Nee, hè? Nee, want ik heb hier vakje nummer 23 nog. Daarin zit een wit chocolaatje. Vanillecrème in witte chocolade. Heel lekker. En nummer 24 is dan met 2 chocolaatjes erbij. De tweede cadeaubon, waar we nog geen bedrag van weten. Heel benieuwd naar. En dan hebben we heel de IKEA-kalender ook alweer gehad. En de kalender van Olly en Olivia hebben we ook een paar dagen overgeslagen. Ik weet echt niet waar ik hier moet beginnen. 22 ziet er toe uit. Dus ik ga gewoon, ja, 22. En dan ga ik het tegelijk allemaal tezamen geven. Het zijn meestal toch kleine hoeveelheden. Dus deze. Dan deze. Krijgen we wel heel veel van. En nummer 24. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deze kalender het veel beter heeft gedaan dan die dat we vorig jaar bij ZoPlus hebben besteld. Dus als je zelf cat mom of cat dad bent, die van de Action is een aanrader. En het pakketje waar ik het daarnet over had, heb ik er ook snel bij genomen. Background story. Ik tijdens het filmen van mijn adventskalender unboxing video's werd ik benaderd door de Body Shop. Wat dat ik toen in de video ook gezegd heb en hoe dankbaar dat ik daarvoor was. En hoe zot ik het vond dat ik zelf door een merk werd benaderd om een item van hen te unboxen, te krijgen. En ik vond dat echt te zot. En dat is allemaal dankzij jullie. Daar ben ik mij heel wel van bewust. Dat is dankzij jullie, omdat jullie mijn video's kijken. Dus dank jullie wel daarvoor. Enkele dagen geleden, maar ik had het pas gisteren gelezen, kreeg ik dan een mailtje dat ze mij terug een pakketje gingen opsturen. Dus ik was er super hard benieuwd naar. En ik had niet gedacht dat het hier dan zo gelijk de volgende dag zou staan. Maar het ligt hier. En ik ga jullie heel snel laten zien wat ik gekregen heb. Omdat ik dat zo exciting vind. Dat ik dat ook gewoon keigraag met jullie wil delen. Ik heb mij voor de gelegenheid bij de kerstboom gezet. Want dit voelt echt als het eerste kerstcadeautje van dit jaar. Echt wel keihard. Ook al hebben we de adventkalenders gehad. Dit was zo onverwacht. Zo tof. Ik heb het Franstalige perspakketje gekregen. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ja, wij leren dat toch op school. Dus het is ook niet echt het moeilijkste Frans. Hoewel we door een moeilijke periode gaan, wil de Body Shop ons toch een beetje doen lachen. Take care of yourself. En dan van de Body Shop team. Dus super hard bedankt, Body Shop team, als jullie toevallig aan het kijken zijn. Het eerste wat hierin zit is een face mask. Een mond-neusmasker. Ik ga dat zo dadelijk eens open doen. Maar volgens mij is het helemaal in thema van de doos, namelijk citroen, melon. En dat zie je ook aan dit toiletzakje, zo'n jute zakje. Best wel veel plaats in. En dan komen we bij de productjes die ze dan hebben opgestuurd, met eerst en vooral de Lemon Purifying Hair and Body Wash. Helps wash away bacteria en impurities. Dus zowel voor het haar als het lichaam. Wat wel een toffe combinatie is. Ik heb er al aan geroken. En het is echt mega fris. Zoals je van lemon zou verwachten, dit is echt gewoon lemon in a bottle, om het zo te zeggen. Ik vind dat een hele fijne geur. Ietsje meer voor de lente, vind ik zelf. Maar ja, die komt er toch weer heel snel aan, voordat je het weet is het weer lente. Dus komt keigoed van pas. Dan had ik er ook nog een Protecting Hand and Body Lotion bij.
wat nu in de wintermaanden wel een must is. Ook in diezelfde frisse lemongeur. En als laatste dan de Purifying Face Wash. Die ziet er zo uit. En helemaal onderaan in het pakketje zaten nog superveel van die toffe quote-kaartjes. Wel in het Frans, maar dat vind ik op zich niet heel erg. Met allemaal van die quotes, feel-good quotes een beetje. Wat in deze tijden echt wel mooi is van hen om dat te sturen en ook goed gezien is. Dus aan de voorkant quote, aan de achterkant gewoon het logo van de bodyshop. Kan je wel gemakkelijk iets opschrijven en aan iemand anders geven. En het maskertje ziet er dan zo uit, wel handig met die rekkertjes. En het is ook van een super fijne stof. Echt zo'n stof waarvan je voelt dat het je huid niet gaat irriteren. Dus dat ziet er zo uit met een lemon erop. Ook weer ideaal om tijdens de lente te dragen. Oh nee, gaan we nu ook al modegebonden mondmaskertjes moeten gaan dragen? I don't know, maar ik vind het alvast een super tof pakketje. Dus dankjewel Bodyshop. Ja, echt dankjewel. En ook dank jullie wel. Jullie mag ik natuurlijk niet vergeten om naar mijn video's te kijken. Voor jullie toffe comments, om te abonneren. Om mij privéberichtjes te sturen als jullie iets van Marie zien. Dank jullie wel daarvoor. Zonder jullie had ik dit niet gekregen. Dus dank u. Dank u. Ondertussen is Nico klaar met werken. Hij is zich boven gaan gereed maken. En dan doe ik het zo dadelijk. Maar ik wil hem graag uit de living. Omdat ik hier nog best wel een grote zak vol met pakjes heb toegekregen vandaag. Ik heb het allemaal in een niet doorzichtige zak gestopt. Dus er zit hier en daar wel een klein fopcadeautje tussen. As you do. Maar ik ga hier dus nog snel aan het inpakken. Ik wil erbij ook zeggen dat officieel al mijn pakjes zijn toegekomen. Dus waar ik me gisteren een beetje zorgen over maakte, waren weer al zorgen om niks. Alles is toegekomen, ja, buiten dan het verkeerd geleverd pakje van Bol. Maar daar ga ik niet te lang meer bij stilstaan. Dat ga mijn avond helemaal niet meer controleren of zo. Ik ga er gewoon invliegen, lekker snel alles inpakken. En dan als hij terug beneden is, dan kan hij zijn ding doen. Ga ik me ondertussen klaarmaken. En dan begint kerstavond gewoon. Oh my god. Waar is het jaar naartoe? Echt, waar is het jaar naartoe? Maar ik ga hier nu niet te veel babbelen, want ze biedt staan en terug beneden en heb ik nog niks gedaan. Dus let's start packing. Ik bedoel wrapping, want packing dat is om op reis te gaan. Maar bon, let's start wrapping. Oké, hier zit ik dan klaar om met wat make-up te gaan spelen. Ik heb mijn haar al gestyled, ik heb mijn outfitje al aangedaan. En nu is het tijd om mijn ogen een beetje te gaan doen. Ik had overdag al de rest van mijn gezicht gedaan, zodat ik daar nu niet te veel tijd mee zou gaan verliezen. Maar mijn ogen, daar wil ik toch graag iets mee doen. En ook blush en highlight zou ik nog moeten aanbrengen. Voor mijn lippen ben ik nog aan het twijfelen. Wil ik voor rood-rood gaan of gewoon nude. Dat zal een beetje afhangen van de ogen. We zijn natuurlijk gewoon thuis, dus alles kan en alles mag. Maar aan de andere kant zijn we ook de volgende dagen nog thuis. En is dat ook zo wel een kerstig gevoel. Dus als ik dan een rode lip wil gaan rocken, dan gaat het ook nog. Dus ik heb helemaal geen pressure. Ik zie wel wat er van komt. Ik ben hier door mijn make-up lades gegaan en ik heb een paar items uitgekozen. En ik ga eerst en vooral beginnen met twee oogproducten van Charlotte Tilbury. Maar dit is helemaal geen tutorial. Ik ga eigenlijk net zoals vorig jaar tijdens Vlogmas gewoon een beetje babbelen met jullie. Volgens mij is dat wel tof. En er zijn nog een paar dingetjes die dat ik nog niet verteld heb. Zoals gisteren had ik gezegd dat we eruit waren voor het menu, voor het ons kerstmenu. En dat heb ik dan uiteindelijk niet verteld. Dus misschien dat sommigen van jullie daar wel benieuwd naar zijn. Mocht er nu ergens tijdens het opmaken een productje passeren dat ik dan niet vernoem, stel gerust de vraag in de comments hier beneden welk productje dat het was of welke kleur of zo. Ik lees en beantwoord mijn comments altijd, al kost het mij tijdens Vlogmas ietsje meer moeite. Ik probeer dat wel altijd te doen, omdat ik die interactie met jullie super fijn vind. Dus stel die vraag gerust en dan probeer ik daar zo snel mogelijk op te antwoorden. Maar dus onze eerste kerstavond met z'n tweetjes. Volgend jaar zal het echt met drietjes zijn en hopelijk terug gewoon bij familie. Was voor ons wel even moeilijk om uit te zoeken wat we wilden gaan eten. Aangezien Nico is een heel grote schaaldierenfan. Kreeften, langoustines, dat soort dingen. En ik ben dat absoluut
niet. Al zou ik het tijdens mijn zwangerschap wel mogen eten, ik ben het echt absoluut niet. Dus daar vonden we al niet meteen een compromis. We hebben er dan voor gekozen om... En dit is eigenlijk een beetje... Ik heb het gezien bij Zoe Suk, bij Zoella, zoals de meeste van ons denk ik haar wel zullen kennen. Zag ik bij haar vlogmas, zag ik ergens in het begin van vlogmas dat zij een Sunday roast had. En ik had al van dat ding gehoord in Engeland voornamelijk, het ding over Sunday roast, dat je dan met heel je familie samenkomt. Ja, nu natuurlijk niet. Maar dat je dan met je familie samenkomt en samen een... Meestal is het een rosbief gebraad. Zo'n Wellington beef heet het volgens mij. Dat je dan zo rosbief eet en daarbij allemaal verschillende kleine gerechtjes. Zoals aardappeltjes uit de oven of aardappelpuree of... groentjes uit de oven en een cranberry sauce en van alles en nog wat. En dat zag er zo smakelijk uit en zo yummy dat ik dacht, dat is eigenlijk toch ook feestelijk genoeg voor met kerstavond misschien te doen. Dus ik was het een beetje aan het opzoeken. En hoewel dat, is het nu Wellington beef of heet het anders, ik wil het kwijt zijn. Dat zag er kei goed uit, maar dat is eigenlijk precies een soort van rosbief in bladerdeeg. En rosbief is natuurlijk super lekker als dat van binnen nog een beetje rosé kleurig is. Niet door bloed, maar zo nog een beetje rosé. En ja, dat mag ik nu natuurlijk niet eten, dus dat was geen optie. Dus dan ben ik een beetje verder gaan opzoeken en heb ik een variant daarop gevonden. Wellington, een soort van Wellington gehakt broodje. Dat je dan gehakt gaat mengen met champignonnetjes, dat je daar een bladerdeegje rond doet, dat je dat dan in de oven zet. Dat het dan gewoon super hard lijkt op die Sunday roast op de traditionele wijze. Maar dat je dan wel iets anders hebt. En wij zijn allebei wel gehakt fans en wij eten graag gehakt brood. En zoals gisteren onze ovenschotel met gehakt, dus voor ons was het eigenlijk al snel gekozen dat we dat dan zouden gaan doen. En mij lijkt het ook wel heel feestelijk als we dan... We hebben dan asperges in de oven, zo asperge met een hesperolletje rond. Champignonnetjes voor erbij, knolselderpureetje, verschillende sausjes. Veenbessen sausje en een vleesjus sausje. Dus dat gaan we er allemaal bij eten. Volgens mij gaan we eten genoeg hebben, verschillende groentjes, patatjes. Dus... Ik maak me er geen zorgen over dat we honger zullen lijden vanavond. Het leek ons ook echt super feestelijk, dus vandaar dat we ervoor gegaan zijn. Dus dat is ons hoofdgerecht vandaag. Morgen gok ik er eigenlijk op dat er zal over zijn. Dus ik eet morgen de restjes van vandaag, wat ik helemaal niet erg ga vinden. En Nico heeft voor morgen een kreeft voorzien. Dat hij toch super graag een kreeft wilde gaan maken. Ik wil hem daar dan natuurlijk niet in stoppen of zo. Hij mag dat van mij gerust doen. En dan heb ik de optie van het eten van vandaag te recupereren. Dus ik vind dat helemaal niet erg. Dus dat doen we qua avondeten al. En als voorgerechtjes houden we het zo een beetje traditioneel. Allee, traditioneel in de zin dat wanneer eet je van die... Allee, voorgerechtjes, de hapjes. Wanneer eet je van die bladerdeeghapjes uit de oven? Toch ook enkel maar met de feestdagen of als je zo bij familie bent. Dus we hebben daar wel een aardig aantal van ingeslagen. Dus dat is zo dadelijk is dat ons hapje. En dan hebben we ook de dipjes met stokjes en de mozzarellatjes en de olijfjes en dat soort dingen. Die moeten er ook gewoon zijn. Maar die bladerdeeghapjes, dat was voor ons allebei wel een must. En ik weet niet of jullie het merken, maar ik zit hier echt zo te watertanden terwijl ik dat aan het vertellen ben. En als dessert hebben we eigenlijk van alles in huis. We hebben best wel wat fruit in huis. Dus dat is een optie. Langs de andere kant hebben we ook verschillende sorbetjes in huis. Ja, dat is aan Nico. Als hij naar de winkel gaat, dan brengt hij gelijk van alles mee. Dus met ijs is ook een optie. Er is chocomousse. Ja, nu dat ik geen verse chocomousse mag eten, was dat sowieso geen optie. Maar ik heb wel gelezen, en ik ga het zo dadelijk op de verpakking ook nog eens moeten lezen, dat de chocomousse die wordt klaargemaakt, dat dat normaal gezien geen erg is, omdat daar geen
rauwe eieren in zouden zitten. Omdat het zo fabrieksgemaakt is, zou dat normaal gezien geen probleem mogen zijn. Dat is een beetje onze menu vanavond. En hij heeft ook superveel, ik denk 3 flessen non-alcoholische bubbels. Rosé-bubbels en volgens mij ook een wijntje gevonden. Dus dat is ook wel fijn. Dan heb ik toch iets in een champagneglas waarmee ik kan klinken dat niet water of appelsiensap is. Het is trouwens de eerste keer dat ik mijn ringlamp hier probeer te doen werken. Ik weet niet of jullie dat merken, maar ja, waarschijnlijk zie je dat wel aan het licht. Het is het beste dat ik nu kan doen. Sorry daarvoor. Het is echt het beste dat ik nu kan doen. We zitten natuurlijk in de winter. Zon is snel weg. En dit is dan het roeien met de riemen die je hebt verhaal. Voor de rest vind ik het weer super snel gegaan. En ik heb ook gemerkt dat ik dit jaar veel meer in interactie ben gegaan met de Vlogmas-kijkers, met jullie. Wat ik super fijn vind. En wat dat echt heel hard opvalt, dat het meer is dan andere jaren. Dat er ook heel wat nieuwe kijkers bij zijn. Vind ik echt... Ik vind dat zo zot eigenlijk. YouTube is echt zo een hobby. En precies... ik hou er precies zo wat virtuele vriendinnen aan over of zo. Ik vind het wel heel speciaal om een YouTube-kanaal te hebben. Al denk ik dat dat nog specialer gaat zijn. Het moment dat er iemand ergens naar mij gaat stappen en zeggen, ik ken jou van YouTube. En dat ik die persoon niet ga herkennen, wat dat ook logisch is. Dat gaat volgens mij echt zo'n gek en surreëel moment zijn. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar de dag dat dat gaat komen, denk ik echt dat... Dat gaat echt gewoon super raar zijn. En dan denk ik dat ik qua ogen eigenlijk... redelijk tevreden ben. Het is neutraal. Het past een beetje bij mijn outfit. Het is zo wat rosé, goudig, karamel. Voornamelijk met de Naked Honey Palette gemaakt. Dat vorig jaar ook gebruikt. Ik denk het wel. Blushje erbij. Oh my god. Ik ben keihard de Secret Santa's vergeten. Oké. Dit is het moment. Aandachtige kijkers die wisten dat er nog 2 Secret Santa's weg te geven zijn. En het is kerstavond en niet alleen ik krijg, of wij doen vandaag pakjes exchange. Ik doe dat ook heel graag met jullie. Dus ik heb 2 leuke toilettasjes. Als je Vlogmas hebt gevolgd, dan heb je die al gezien. Die ik ga vullen met items die ik uit adventkalenders heb gehaald, die ik niet heb getest, die ik niet heb geswatcht, die ik nooit gebruikt heb, die ga ik daarin stoppen. Die kan je winnen en beter zelfs, want 2 personen gaan die gewoon lekker kunnen winnen. En wat moet je daarvoor doen? Dat is kei simpel wat je daarvoor moet doen. Je moet gewoon geabonneerd zijn op mijn kanaal. Daarbij laat je een comment hierachter en laat me bijvoorbeeld weten wat je goede voornemens voor het volgend jaar zijn. Of, ik wil ook heel graag nog eens een Q&A gaan opnemen. Dus als je nieuw bent of als je gewoon een vraag hebt die je graag beantwoord wil zien, laat het mij dan weten hieronder. En dan, dan kan ik daar binnenkort misschien een giveaway... Oh, ik ben keihard aan het nadenken. Ja, ik moet zo dat ding daaruit squeezen, maar ik heb schrik dat het er ineens super hard gaat uitkomen. Maar dus, dan kan ik daar binnenkort een video mee gaan opnemen. Lijkt me ook wel super tof. Dus als je een vraag hebt, stel ze gerust hieronder. Of als je goede voornemens hebt, laat ze gerust hieronder weten. En waaraan ik dan kan zien dat je echt meedoet, is als je je Instagram-naam of je e-mailadres achterlaat. Want dat is voor mij het handigst om de winnaar mee te gaan contacteren. En aangezien dat ik deze winactie nu zo laat pas laat lopen, zou ik zeggen, laten we het gemakkelijk houden op 1 januari. Dan heeft iedereen genoeg tijd om Vlogmas in te halen, om zelf door de feestdagen te komen en achteraf misschien Vlogmas een beetje te gaan bekijken. Dus laten we het gewoon lekker simpel op 1 januari houden. Die avond zal ik de winnaars, want jullie gaan met 2 zijn, contacteren via het medium dat jullie mij hebben achtergelaten. Dus ofwel Instagram als je een Instagram hebt achtergelaten, of mail als je een e-mailadres hebt achtergelaten. En dan stuur ik jou dat pakketje zo snel mogelijk op. Dat is wel leuk om, om vandaag mee te eindigen, denk ik. Allee, ik ben hier nog niet klaar hoor. Maar dat is wel
iets waar dat ik... Ik heb er deze morgen nog aan gedacht van, oh, de Secret Santa, helemaal vergeten. Maar nu net was het een ingeving van het beetje van het moment. Pregnancy brain is real, you guys. En ja, dat. Oké, ik heb snel een FaceTime naar beneden gedaan. Ik ben dan zo iemand... Keuzestress, dat is echt... Dat ben ik gewoon. En ik heb een FaceTime naar beneden gedaan. En ik heb gevraagd, welke kleur van lippen wil je? Niet te rood. Nico ziet dat eigenlijk niet zo graag. Echt rode lippen. Ik denk, zijn wij... Ah nee, ik heb mijn mascara wel bij. Oké, dat is goed. Zijn wij vrouwen de enige die rode lippen tof vinden? Allee, niet dat ik dat niet zou dragen omdat Nico dat niet leuk vindt, maar... Ja, gelijk nu is hij de enige die op mij moet gaan kijken. Dus dan is het misschien wel plezant dat het aangenaam is om naar te kijken. Maar dus elke keer als ik iets of wat fel rodere lippen aan heb, dat is precies een aftrapper of zo. Dat of ik heb gewoon een heel moeilijk lief. Ik ga voor de combinatie gaan van Pillow Talk, ook Charlotte Tilbury. Dus lipliner en... Oei, lipliner moet precies wel eens een keer... Kan een slijpbeurtje gebeuren, dus laten we dat ook gelijk gaan doen. Neutraal, it is. En Pillow Talk draag ik ook wel echt heel graag. Ik denk dat ik er hier eigenlijk zo goed als klaar voor ben. Eigenlijk een redelijk neutrale look geworden, wat ik niet zo erg vind. En ja, dan ga ik gewoon stilletjes aan naar beneden gaan. En dan gaan wij gewoon genieten van een kerst thuis. En dan hoop ik dat jullie dat... Oef. Ook gewoon lekker gedaan hebben. Gewoon lekker genieten van de gezelligheid, genieten van elkaar. Ik denk als er iets is dat dit jaar ons getoond heeft, dan is het wel dat we zonder elkaar echt niks zijn. Samen staan we sterk. Dat soort dingen, dat werd superveel uitgesproken in de media. Maar ik vind niet dat het ergens gelogen is of zo. Want het is alleen samen dat we het kunnen doorstaan en zo. Ik wil er niet te veel over uitweiden. Maar ja, ik hoop gewoon dat jullie hele fijne feesten hebben met jullie gezin. Of met de bubbelpersonen die jullie zien. Of maakt niet uit met wie dat je kerst en feestdagen en zo viert. Ik hoop dat je een heel fijne tijd hebt. En dat je geniet van de gezelligheid en de warmte. Dat je het gewoon fijn hebt met elkaar. En dat de situatie niet te zwaar doorweegt. Dus ik ga dat hier snel opruimen. En naar beneden gaan. En terwijl ik mij heb klaargemaakt, heeft Nico het hier helemaal gezellig gemaakt. En de hapjes zijn ook al klaar, wat ik helemaal niet had verwacht. En Olivia zit hier zo lief. En ik ga het jullie heel snel laten zien. Hier is Olivia. En dan zijn hier al kaarsjes aan. En de hapjes zijn er ook al bij. Boom. En pakjes. En de tafel is gedekt. Oh, goed. Baby toch. Ik dacht wel nog fijn om te delen, want ook voor de katjes is er een kerstmenu voorzien. Ik had namelijk bij mijn laatste bestelling bij Zooplus dit besteld. En er staat zelfs Merry Christmas op, dus het is echt Christmas-proof. Tuna with salmon en baby clam. Dus ik hoop maar dat ze hem lekker gaan vinden. En hier aan de kerstboom ga ik toch nog een afscheidswoordje van Vlogmas erin droppen. Het is ondertussen al zondag, de 27e. Ik heb wel mijn tijd genomen na kerstavond, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb het bewerken van de vlog een beetje opzij geschoven om eerst en vooral een beetje gewoon te genieten van de rust, van kerstfilmpjes te bekijken, van gewoon samen zijn en ook gewoon van het uitslapen, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat Vlogmas toch iets vermoeiender was dan dat ik zelf heb willen toegeven tijdens Vlogmas. Dat het laat bewerken en het vroeg opstaan nu een beetje... Dat zich nu een beetje uit in het heel lang uitslapen. Dus dat heb ik wel gemerkt. Ik heb alle beelden die je tot nu toe gezien hebt, die heb ik daarnet bewerkt. En ik merkte dat ik gewoon nog een afscheidswoordje ontbrak in de video. En vandaar dat ik de camera er heel snel bij haal om jullie toch te bedanken om naar Vlogmas te kijken. Voor al jullie feedback, voor al jullie vragen, voor al jullie comments, om te abonneren, dat soort dingen. Dus ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken. Echt waar. Ik vond het heel leuk om deze Vlogmas met jullie te gaan delen. Zeker aangezien dat ik nu zwanger ben. En volgend jaar zal Vlogmas, als ik Vlogmas doe, zal het er helemaal anders gaan uitzien. Dus ik vond het super leuk om jullie mee in dit
avontuur te nemen. Allee, toch die 24 dagen van december. Niet getreurd. Ik ga waarschijnlijk gewoon verder met de weekendvlogs. Dus qua vlogs zijn jullie helemaal nog niet van mij verlost. Die komen er ook wel weer aan. En ja, daar is er mij niet veel meer te zeggen dan dat ik hoop dat jullie kunnen genieten van de feestdagen. Dat jullie een heel fijn eindejaar hebben. En voor het nieuwe jaar wens ik jullie alles toe wat je maar wil. Dat je zotste wensen mogen uitkomen voor het nieuwe jaar. Ik wens het je allemaal toe. En dan zie ik je graag terug in een volgende video. Ik weet niet of dat dan nog dit jaar of voor het volgend jaar zal zijn. Maar hoe dan ook, ik zie jullie graag terug in de volgende. Hou jullie goed, geniet van de feestdagen en tot de volgende. Dag!